Het is onmogelijk om een video te liken met je rechterduim. Probeer het maar. Als het je lukt, heb je extra geluk. Deze drie jongens gingen naar een pretpark. En ze hadden er ongelooflijk veel zin in. En het mooiste van allemaal was een gloednieuwe attractie. Dat is dan ook het eerste waar ze naartoe gingen. Hier hadden ze wel speciale tickets voor nodig. En deze dame overhandigde die. Het was virtual reality. Maar wat ze niet wisten, is dat het eigenlijk een setup was. Een val van geheime criminelen. Met de virtual reality brillen op kwamen ze binnen in een kamer. Waar ze de keuze hadden uit drie deuren. De kamer begon zichzelf te vullen met water. Dus ze hebben maar even de tijd. Kunnen ze ontsnappen? Wij moeten helpen. Achter deur nummer 1 zit er een gigantisch zwembad. Gevuld met gevaarlijke witte haaien. Achter kamer nummer 2 zitten er allemaal losse draden met elektriciteit. Gevaarlijk. En kamer nummer 3 zit gevuld met de scherpste spikes die je kunt indenken. Ze willen zo graag ontsnappen, maar ze moeten snel kiezen. Welke deur kunnen ze het beste kiezen? We moeten er denk ik rekening mee houden dat de kamer waar ze nu in staan zichzelf aan het vullen is met water. Dus de middelste deur die leidt naar elektriciteit is super gevaarlijk. Niet doen dus. De linkerdeur, daar zit een haai. Het lijkt me geen verstandig idee om een potje te gaan zwemmen voor je A-diploma tussen vleesetende haaien. Dus ik zou dan toch kiezen voor deur 3 met de spikes. Ook al lijkt me dat ook gevaarlijk. Heb ik het goed? Ja! Oh my gosh, natuurlijk! Omdat de kamer zichzelf heeft gevuld met water, kunnen ze letterlijk over de spikes heen zwemmen. Niet aan gedacht. Je werd achterna gezeten door een bloeddorstige vampier. Oh nee! Maar je ging binnen in het kasteel. En daar staan 3 hendels. Als je de eerste hendel omhaalt, zal de vampier geraakt worden met bliksem. Oké, sounds good. Als je de tweede hendel omhaalt, vallen er vergrootglazen uit de lucht die hem direct zullen verbranden. Oh snap. En als je de derde hendel omhaalt, vult de kamer zichzelf met diamanten, zilveren munten en gouden bekers. Waar je je achter kunt verstoppen. Welke hendel zou jij kiezen? Gaan we de vampier met bliksem aanvallen? Met een vergrootglas en vuur? Of gaan we ons voor hem verstoppen? We moeten er rekening mee houden dat het nacht is. Dus het vergrootglas gaat niet werken. Je kunt namelijk alleen zo'n brandstraal creëren via de zon. En laat die er nou niet zijn middernacht. Bliksem klinkt wat te makkelijk. Ik heb het idee dat het niet zo makkelijk is weggelegd in deze quiz. Ik zou gaan voor 3. Mezelf verstoppen. Inderdaad, de vergrootglas werkt alleen overdag. Bliksem maakt een vampier niet af. Oké, duidelijk. Dus dan blijft er over. Yes! Jezelf verstoppen. Vampieren bezeren zichzelf namelijk als ze in contact komen met zilver. Super slim. Deze man staat te wachten in een kamer. Ondertussen staat er een kraan aan. In de kamer zijn geen ramen. De deur zit op slot. De kamer wordt rustig gevuld met water. Er komt steeds meer water en op een gegeven moment zal het plafond bereiken. Alles wat de man heeft is een dwel en een emmer waar maximaal 5 liter water in past. Niet genoeg om de kamer mee droog te houden dus. Hoe kan deze man ontsnappen en het overleven? Deur zit op slot, geen ramen, alleen een emmer en een dwel. Oké, we hebben een kraan. Er komt water uit. Oh, ik heb serieus geen idee. Of tenminste, wacht. Kun je niet gewoon de kraan dichtdraaien? Zeg maar, als ik mijn handen heb gewassen en ik ben klaar met het water, doe ik de kraan dicht. Oké, waarschijnlijk is dat te makkelijk, maar op een of andere manier lijkt het me ook wel weer iets wat je zou kunnen doen. Want deze quiz is er juist op uit om je om de tuin te leiden. Het is inderdaad zo, je doet gewoon de kraan dicht. Oh my gosh! Dit is kleine Emma. En kleine Emma is altijd al bang geweest voor de oude vrouw die naast haar woont. Elke keer wanneer ze de oude vrouw tegenkwam, zou de oude vrouw haar een ei over de bol geven en tegen kleine Emma zeggen dat ze er wel wilt opeten. Dat is inderdaad best creepy. Emma viel in slaap. Gewoon in haar slaapkamer. Maar toen ze wakker werd, was ze in de keuken van de oude vrouw. Die een lekker soepje aan het maken is. Waar kleine Emma het ingrediënt voor zou zijn. Wacht maar een minuutje, zegt de vrouw. Zometeen zit je in mijn soep. Emma keek om zich heen en zag 3 deuren. Achter elke deur zit er wel iets gevaarlijks. Achter de eerste deur zitten hongerige honden. Grote honden. Achter deur nummer 2, een vampier. En die houden van bloed. En deur nummer 3, giftig gas. Welke deur moet kleine Emma kiezen om te ontsnappen aan de hongerige vrouw? Ik heb geen idee, maar giftig gas lijkt mij nooit een goed plan. Een hongerige hond kan best gevaarlijk zijn. En kleine Emma is klein. Dus ik zou kiezen voor de vampier. Ik weet alleen niet hoe ze dat gaan doen. Oké, is de vampier het juiste antwoord? Ze moet het knoflook pakken en richting de vampier gaan. Er is knoflook in de keuken, natuurlijk. Vampieren kunnen niet tegen knoflook. Daar zijn ze bang voor. Bob is gevangen genomen. Hij wordt wakker op een vreemde plek. Alles wat hij vindt is een briefje van de gemeenerikken. Kies de juiste deur.
deur en je bent vrij. Of leef niet meer. Achter de allereerste deur zit een gemene cowboy met een pistool. Achter deur nummer 2 zit Bob zijn ex-vriendin. Daar heeft hij niet zulke goede herinneringen aan. En oh ja, zij heeft ook een pistool. En als allerlaatst, achter deur nummer 3, zit een oude vriend van Bob. Die hem ook eigenlijk wel zou kunnen schieten, want er zijn dingen gebeurd. Welke deur moet Bob kiezen? Alle drie deze mensen zijn bewapend en willen Bob inmaken. Ik zou op een of andere manier zeggen dat hij dan het beste de eerste deur kan nemen waar de cowboy achter staat. Dat is namelijk de enige die hij niet persoonlijk kent. En waarom zou die cowboy Bob zomaar willen inmaken? Kijk, de ex-vriendin heeft er een reden voor. En de ex-vriend ook. Dus ik zou gaan voor degene waar je geen geschiedenis mee hebt. Deur nummer 1? Ja, het klopt. De cowboy is dan wel gemeen, maar heeft er geen reden toe om Bob af te maken. Yes! Een gevaarlijke bad guy heeft je beste vriend gevangen genomen. Hij wil een spel met je spelen. Ik zal je vriendin vrijlaten, zegt hij via de telefoon. Maar alleen als je hier komt en de juiste deur kiest. Want ja, er zijn 3 deuren. Dus jij moet de juiste deur kiezen om bij je vriendin te komen. Achter deur nummer 1 zit een zwembad met kokend water. Zo heet, je wilt daar niet in. Achter deur nummer 2 zit een zwembad gevuld met zuur. Je zal gelijk verpulveren. En achter deur nummer 3 zit metaal dat 1000 graden heet is. Ook niet erg fijn. Ik zou denk ik kiezen voor deur nummer 1 met het kokende water. Want het ding is met kokend water, het is gekookt, maar koelt op een gegeven moment gewoon weer af. Ik bedoel, het staat niet op een waterkoker. Dus ik zou kiezen voor deur nummer 1. Oh, laat maar. Het is deur nummer 3. Het metaal van deur nummer 3 is namelijk een week geleden heet gemaakt. En is dus nu gewoon weer koud metaal. Hoe had ik dat nou weer niet kunnen bedenken? Je hebt een drankje uitgevonden waarmee je iemand in 1 keer weer kan healen. Dus als iemand pijn heeft of is gevallen, is alles weer oké met die persoon wanneer je hem dit drankje geeft. Maar je kunt het maar aan 1 persoon geven. Deze dame liep over de straat heen, ta-ta-ta-ta-ta-ta, en kwam uit in deze situatie. 3 mensen die alle 3 pijn hebben. De jongen die heeft zichzelf in zijn been gesneden met een stukje glas en heeft een flinke schram. De tweede man is letterlijk geraakt met een pistool en oeh, dat ziet er niet best uit. En de derde man is gebeten door een slang. Hij heeft maar 1 uur om in het ziekenhuis te komen. Wie zou jij redden met je drankje? Oké, het jongetje wat in glas is gaan staan, super vervelend, maar nog niet echt levensbedreigend. De jongen die door een slang is gebeten, er stond bij dat hij 1 uur had om in het ziekenhuis te belanden. Dat ga je wel redden door gewoon een ambulance te bellen. Alleen de man in het midden die letterlijk is geschoten, dat ziet er levensbedreigend uit. Dus misschien dat je hem het drankje moet geven? Al zou ik het liefst iedereen een drankje geven. Oké, dus het jongetje dat is inderdaad niet de juiste keuze, want het is maar gewoon een schrammetje. Vervolgens hebben we de jongen die gebeten is door de slang en die kan gewoon nog rustig naar het ziekenhuis met een ambulance. Dus wie houden we dan over? De man waarvan ik al zei dat we die misschien het beste een drankje konden geven. Mary is meegenomen op kerstavond en werd opgesloten in een kamer met 4 verschillende soorten deuren. Er zat een briefje bij. Kies de juiste deur. Maar kies je de verkeerde, is het afgelopen. Achter deur nummer 1 zitten er vlammen. Zo hoog dat je er nooit doorheen kunt. Achter deur nummer 2 zit er een monster. Een gemene man met een pistool. Achter deur nummer 3 zit je ex-vriend, die heel goed is in karate, met een hongerige tijger. En deur nummer 4 zit gewoon vol met zwaarden, messen en andere vallen. Welke deur kies je? Het klinkt misschien raar, maar ik zou kiezen voor deur 3. Ik bedoel, je weet niet per se of ze ruzie heeft met haar ex. En daarbij, er zit een tijger. Waarschijnlijk hebben die tijger en die man het al uitgevochten en kun jij er dus snel tussendoor glippen. Yes, dat was het juiste antwoord. De hongerige tijger is namelijk aan het battelen met haar ex en ze kan er dus tussendoor. Welk van deze 2 deuren is veilig? Oké, ik moet dit goed observeren. Aan de linkerkant hebben we een dame in haar badjas en ik zie allemaal enge dingetjes op haar kastje staan. Allemaal organen en een soort van schedel. En rechts hebben we gewoon een dame die niet helemaal schoon is. Hamburgertje in haar hand, maar ziet er wel heel aardig uit. Ik zou kiezen voor de rechterdeur. Ik denk dat die deur veilig is. Ik vertrouw de linkerdame totaal niet. Was dat het juiste antwoord? Yes, we hebben het goed. Welk van deze kinderen heeft superkrachten? Oké, we zien een meisje haar limonade drinken. We zien een meisje haar appel eten. Een jongetje met een bril en koekje. En een ander jongetje met een chouderans en wat appels. Het valt mij nu ineens op dat het eerste meisje nu sap in haar handen heeft. Maar dat het verandert in melk. Letterlijk, het drankje in het handje van het meisje helemaal links. Die verandert van kleur. En is nu ineens bruin. Dus dat is het meisje met superkrachten. Yes, ik had het goed. Haar drankje verandert van kleur. Daar moet je wel superkrachten voor hebben, right? Dat kan niet anders. Welk van deze kinderen heeft superkrachten? We hebben een jongetje wat aan het slapen is. We hebben een jongetje wat een donut eet. Een meisje met een potlood. En een jongen met een boek. Ik vind deze echt serieus lastig. En ik let eigenlijk alleen op de jongen die de donut eet. Want dat is de enige die echt beweegt. En ik heb het idee dat de donut iedere keer weer terugspant. Alsof die er... Ja, inderdaad. Alsof die er net zoveel van kan eten als die zelf wilt. Een donut superpower. Welk van deze kinderen heeft superkrachten? Ik denk dat ik het gelijk al zie. Dat is namelijk het jongetje wat vastgehouden wordt door zijn moeder. Die poetst namelijk zijn tanden zonder dat hij zijn handen ervoor gebruikt. Dat is alsof ik een glas water drink en gewoon het glas water naar me toe laat zweven. Ja, ik had het goed. Alright, let's go. Welk van deze kinderen heeft superkrachten? Oké, ik moet zeggen, dit zijn wel heel veel kinderen, dus ik vind het lastig. We zien er eentje met een pop spelen, eentje van de glijbaan afgaan. Oeh, dit is echt een hele moeilijke. Ik let wel automatisch op degene die het meeste beweegt. Oké, er valt mij iets op. De
jongen in de zandbak. Het lijkt alsof het zand iedere keer van kleur verandert. Net zoals met het meisje die dat met haar drankje deed. Ja, het is juist. De jongen heeft superkrachten. Had jij dat door? Laat het in de comments weten. Welk van deze kinderen heeft superkrachten? Oh, ik heb het nu al gezien. Dat is het meisje waardoor de tunnel gaat. Kijk, dat meisje gaat de tunnel in en komt uit in de ballenbak. 3, 2, 1. En ze is in de ballenbak. Oké, deze zag ik letterlijk gelijk. Laat in de comments weten of jij hem ook door had. Wat vond jij van deze raadsels? Abonneer als je ze cool vond. Alleen mensen die extra geluk willen kunnen abonneren. En adios.